22 oktober, de AEX de boeken in met een slotstand van 576,41. Laten we meteen naar de real-time dagkaart kijken om vast te stellen wat dat voor consequenties heeft voor de technische conditie. En u ziet meteen op grote afstand dat er sprake is van een driehoek. Ik heb de begeleidende lijntjes even voor u ingetekend. En dat komt omdat, die driehoek bedoel ik dan, dat komt omdat er een lagere top is geplaatst onlangs op 581,59. En vandaag wordt er een groen streepje aan de onderkant bijgeplaatst op 571,63. En dat betekent dat het speelveld steeds krapper gaat worden. Nog steeds een gematigd positief beeld, gelet op de witte candles en dat driehoekje. Want een driehoek valt in de categorie continuatiepatronen. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen van moet het de boels lukken om uit die driehoek aan de bovenkant te breken. En dus op te stomen naar 581 tot 584. Edoch, de swingteller staat nog in een correctiestandje, min 4. En met een beetje goede wil kunnen de bulls ervoor zorgen dat er morgen een plus 1 stand op de stappenteller komt. En dat helpt dan wel weer mee met de opgaande beweging richting die rode strepen. Zo niet gaan we een zwarte candle zien, dan wordt het nog spannender en tegelijkertijd eigenlijk ook vervelender. Want dan komt de AEX niet van zijn plaats. Is eigenlijk vandaag al een beetje gebeurd, alhoewel met een low op 573 ruim hebben we toch aardig wat beweging gezien. De RSI doet mee in het afvlakkend verhaal door een nipt boven de 50-lijn te gaan bewegen, maar wel een vlakke lijn te tonen. Kortom, je zou het stilte voor de storm kunnen noemen, stilte voor een uitbraak uit de driehoek. De bulls moeten alle zeilen bijzetten om de uptrend intact te laten en een nieuwe impuls te geven richting de rode strepen. Dat kan alleen als er morgen swing plus 1 op de teller staat met een witte candle, dan komt officieel de up-status weer terug op het dashboard. Zo niet, dan wordt het verder afbouwen, posities verkleinen, want als de markt weigert om richting te kiezen, dan is het natuurlijk slim om het hoofden van money management met zo klein mogelijk of misschien wel helemaal geen positie de strijd te volgen. Wat heeft de DAX gedaan? DAX een klein plusje. Ook hier wat aarzelingen boven in het veld richting de 12.814 rode streep. Gisteren swing plus 9 neergezet en vandaag als vervolg en als reactie daarop een doodzie candle. Oftewel twijfel alom bij de spelers wat nu verder te doen. Dus eigenlijk zowel bij de AEX als de DAX zou je kunnen zeggen van enige aarzeling bij de spelers. Morgen moet blijken welke partij, beer of stier, overtuigend initiatief gaat tonen om de indices significant van hun plaats te drukken.